Hallo en welkom op de videoblog van Deerbytes. Mijn naam is Erik Ramaswaal en in deze video wil ik iets vertellen over de anatomie van alle aanvallen. Vandaag de dag is de hoeveelheid malware die uitkomt zo enorm groot dat we daar met het klassieke antivirusmodel onszelf niet goed tegen kunnen beschermen. De reden daarvoor is dat al die verschillende varianten bekend moeten zijn bij onze antivirusleverancier voordat zij ons van adequate bescherming kunnen voorzien. Met die grote hoeveelheid is dat een dusdanige klus geworden dat ze niet goed in staat zijn om die bescherming op een goed niveau te houden. En dan moeten we ons gaan afvragen wat we kunnen doen om op basis van het gedrag van virussen ook diegenen te kunnen herkennen die nog niet bekend zijn bij onze antivirusleverancier. En dan is het dus heel belangrijk om te begrijpen hoe een virus zich over het algemeen gedraagt en hoe een aanval precies tot stand komt. En is het goed om te weten dat dat eigenlijk op een vrij eenvoudige manier samengevat kan worden. Elke aanval, elke malware-aanval doorloopt eigenlijk 4 stadia. Van eerste contact naar het uiteindelijk uitvoeren van de kwaadaardige activiteiten waarvoor het bedoeld is. En laten we daar maar eens op inzoomen. Allereerst zal in het eerste contact dus de verbinding gezocht worden tussen de virusschrijver en zijn slachtoffer. En dat gebeurt eigenlijk op 4 verschillende manieren. Allereerst is daar de fysieke toegang. En daarmee wordt bedoeld dat de virusschrijver echt in staat is om een contact te hebben met de computer door daarbij in de nabijheid aanwezig te zijn. Dus fysieke toegang tot het systeem. En dat biedt namelijk de mogelijkheid om bijvoorbeeld een USB-stick in het systeem te stoppen. En dat is dan ook een veelgebruikte methode om virussen te verspreiden door USB-sticks te infecteren, zodat die op het moment dat ze binnengedragen worden binnen een bedrijfsnetwerk of thuis, dat ze op die manier ook weer een nieuwe computer kunnen infecteren. Dus fysieke toegang is een van de manieren om het eerste contact te leggen. Een andere manier, en dat is een veelgebruikte manier, dat is door het versturen van een ongevraagd e-mailbericht of een ongevraagd bericht. Denk ook aan Twitter. Dus het sturen van een berichtje met bijvoorbeeld een attachment. En dat attachment is dan kwaadaardig. En zo wordt het eerste contact gelegd met de computer, met de slachtoffer. Nou, vandaag de dag hebben de meeste organisaties wel adequate beveiliging op het gebied van e-mail. Maar toch zien we dat deze manier van verspreiding nog regelmatig voorkomt en ook tot problemen leidt. Maar de meest voorkomende manier, dat is door middel van kwaadaardige websites dat eerste contact te leggen. We zien steeds vaker zien we kwaadaardige websites in de zin van websites of URL's die überhaupt alleen maar de bedoeling hebben om iets kwaadaardigs te verspreiden. Dus gewoon echt de verspreiding van virussen als enig doel hebben. Maar wat we ook wel regelmatig zien gebeuren is dat normalitair legitieme websites geïnfecteerd worden door een malware schrijver. Zodat als je bijvoorbeeld, zoals recent gebeurd bij nrc.nl, een bezoekje pleegt op een website die dus normaal gesproken heel legitiem is en betrouwbaar, dat je dan ineens wordt getroffen door de virusschrijver. En tenslotte, als eerste contact is het mogelijk om dat via het netwerk te doen. Dus als een computer die geïnfecteerd is aan wordt gesloten op een bedrijfsnetwerk, is het daarmee in staat, mogelijkerwijs, om andere computers binnen datzelfde netwerk te infecteren, daarmee contact te leggen. Dit zijn de 4 manieren waarop er in eerste instantie contact wordt gelegd door een virusschrijver om zijn slachtoffer te infecteren. En nu is het natuurlijk logisch dat als we in deze fase al de juiste beveiliging kunnen treffen, dat we dan op de meest efficiënte manier te werk gaan. Want als we al kunnen voorkomen dat de aanval überhaupt kan starten, dan levert dat eigenlijk de grootste winst op. Dus het is heel zinvol om op deze fase in eerste instantie te focussen. Als dan onverhoopt toch dat eerste contact gelegd is, dan is het natuurlijk de bedoeling dat er een stukje kwaadaardige code wordt uitgevoerd. En dat kan op 3 verschillende manieren. Allereerst is daar het misbruik maken van een softwarelek. En dat noemen we dan een exploit. En dat betekent dat als we bijvoorbeeld naar het internet toe gaan met een browser, dus Internet Explorer of Chrome, en alle componenten die daarbinnen aanwezig zijn, Adobe Reader, Java, Flash Player, dat op het moment dat daar een softwarelek in aanwezig is, dus er is bijvoorbeeld een beveiligingsupdate voor beschikbaar, dan is een virusschrijver in staat
om dat softwarelek, wanneer dat dus nog niet is gepatcht of geüpdate, om dat te misbruiken. En dat leidt ertoe dat hij in staat is om automatisch de code die hij wil laten uitvoeren, om dat ook te laten starten. Dus zonder dat de gebruiker, dus degene die achter de computer zit, daarvoor op ja of op uitvoeren hoeft te klikken. We noemen dat ook wel een drive-by download. Je gaat naar een website en zonder dat je er iets van merkt, wordt daar code op je computer uitgevoerd. En dat is een heel gevaarlijk iets. En daarom wordt er ook zo nadrukkelijk op gehamerd om altijd je software, met name de software waarmee je ook op het internet aanwezig bent, te patchen en van updates te voorzien. En denk dan met name niet alleen aan je webbrowser, maar dus ook aan de componenten die daarbinnen actief zijn, zoals Java, Adobe Reader, Flash Player en allemaal van dat soort componenten. Nou, een andere manier om code uit te laten voeren is door misbruik te maken van de goedgelovigheid van een gebruiker. Dat noemen we social engineering. En hier is het niet zozeer nodig dat de virusschrijver in staat is om goed te programmeren. Dat moet hij kunnen om een exploit te kunnen maken. Maar wel dat hij sociale vaardigheden heeft. Want hij moet namelijk in staat zijn om zijn slachtoffer te verleiden om zijn code uit te voeren. Dus om dat slachtoffer te laten geloven dat die code iets goedaardigs is. He, dus door te verpakken als een filmpje of als een plaatje of iets wat ja, heel leuk lijkt of in ieder geval ongevaarlijk. En wat dan vervolgens als je het gaat uitvoeren toch iets kwaadaardigs gaat uitvoeren. En daar komt ook de naam Trojaans paard vandaan. Nou, tenslotte is er ook mogelijk om misbruik te maken van een configuratiefout. Dus software hoeft nog niet eens echt een lek te bevatten of een beveiligingslek. Maar als het bijvoorbeeld is geconfigureerd om met zwakke wachtwoorden te kunnen inloggen, of misschien met blanco wachtwoorden, dan is een virusschrijver in staat om die instellingen gewoon te misbruiken om zo zijn code ten uitvoer te brengen. Nou, als de code dan is uitgevoerd, dan is het eerste wat het virus nog eventjes gaat doen, is om ervoor te zorgen dat het ook aanwezig blijft op de computer. Want het is natuurlijk niet de bedoeling om maar één keer te starten, om maar één keer kwaadaardig gedrag uit te voeren, maar ook gewoon een actief onderdeel te blijven van het systeem. En om dat te bereiken zal het virus wellicht andere componenten vanaf het internet downloaden. Het is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering dat een virus een verbinding maakt met het internet ten einde opdrachten of nieuwe componenten te downloaden. Dus zorg er ook voor dat je aan de gateway diepe inspectie hebt van het internetverkeer om dit te kunnen signaleren. En sta niet zomaar elk uitgaand verkeer toe vanuit het netwerk. Het virus zal ook proberen om hogere rechten te krijgen op een systeem wellicht. En dat doet het om nog meer toegang te krijgen op systeembronnen en dus zich nadrukkelijker te nestelen op het systeem of andere acties uit te kunnen voeren. Dat is ook met name waar rootkits mee bezig zijn, om aanwezig te blijven op het systeem. Dus zich dusdanig op de computer te nestelen dat het nog voordat Windows start al geladen is, of voordat de Mac start, al geladen is, zodat het ook binnen het besturingssysteem helemaal onzichtbaar blijft. Dus op de een of andere manier ervoor zorgen dat het aanwezig blijft op het systeem. En tenslotte, en dat is ook eerder regel dan uitzondering, is dat virussen actief bezig zijn om antivirusproducten of andere beveiligingstools om die te blokkeren of zichzelf daarvoor onzichtbaar te maken. Dus zelfbescherming. Dus je hebt virussen die gewoon een hele lijst van antivirusmerken hebben. Dus McAfee, Symantec, Sophos en Micro. En die dus actief alles wat er met die titel of met die naam probeert te starten op een computer als beveiligingssoftware, om dat gewoon tegen te gaan of misschien zelfs helemaal onschadelijk te maken. Nou, en als dat dan allemaal gebeurd is, dan zal pas het kwaadaardig gedrag ontstaan. Ja, er zijn veel klanten die ons toch nog steeds vragen van ja, waarom schrijven nou mensen virussen? Nou, maar met één doel, om geld te verdienen tegenwoordig. En dan snappen mensen toch over het algemeen nog niet helemaal goed hoe je dan geld kunt verdienen aan virussen. Nou, daar kan ik een heel aparte video over maken. Maar heel even in het korte, kwaadaardig gedrag wat uiteindelijk het virus gaat uitvoeren, is hij in eerste instantie wellicht nog een stuk verspreiding. Dus dat het gaat kijken of het binnen het netwerk, weer die netwerktoegang, andere computers kan infecteren. Zodat de virusschrijver een groot aantal geïnfecteerde systemen onder zijn macht krijgt. We noemen dat ook wel een botnet. Dus al die verschillende computers, al die individuele computers
heten zombies of dus ook wel bots. En allemaal samen zijn zij een botnet, een netwerk van bots. Nou, en die bots die kunnen dan vervolgens activiteiten gaan uitvoeren. En dan kan je denken aan het sturen van spam-e-mail. Dus grote hoeveelheden spam naar de hele wereld. Of bijvoorbeeld het uitvoeren van een DDoS-aanval. En een virusschrijver die een groot netwerk van botjes in beheer heeft, dus dat een groot botnet, die kan dat botnet verhuren voor dit soort activiteiten. En dus op die manier geld verdienen. Nou, daarna is ook adware en scareware. En ik denk dat dat, gelet op de incidenten die wij gemeld krijgen, een van de meest voorkomende bedreigingen is voor bedrijfsnetwerken. Dat is scareware, ook wel fake antivirus genoemd. De gebruiker het idee geven dat de computer geïnfecteerd is geraakt. Hè, dan wordt er een mooi schermpje weergegeven met lopende balkjes en tellertjes. En datzelfde schermpje zegt dan ook van ja, we hebben uw computer gescand, we hebben geïnfecteerde bestanden gevonden. Maar wees niet bang, als u hier eventjes betaalt, $30, dan maken we uw computer weer schoon. Nou, de gebruiker betaalt netjes die $30. Computer wordt zogenaamd opgeschoond, meldingen verdwijnen en iedereen is blij. Nou, over een half jaar kan precies dezelfde melding weer terug, dus maak je geen zorgen. Die lui verdienen hier goed geld aan. Nou, een andere manier is natuurlijk om gewoon financiële gegevens te stelen of identiteitsgegevens. Dat is een aloude manier natuurlijk om geld te verdienen aan een virus. Wat ook gebeurt is dat virussen zich nestelen in banktransacties. Dus voordat jij via internetbankieren je betaalopdracht verzendt, wordt er nog snel eventjes een extra betaalopdracht toegevoegd. Dat is letterlijk natuurlijk geld verdienen aan een virus. En sabotage tenslotte is het laatste kwaadaardig gedrag waar virussen mee bezig zijn. Dat is eigenlijk aan deze rij toegevoegd naar aanleiding van Stuxnet. Het virus wat in Iran de kerncentrales saboteerde. En dus eigenlijk ook echt het enige doel had om dat proces, die centrifuges, op hol te laten draaien. Dit zijn uiteindelijk de vier fases van een aanval. En nu is het natuurlijk heel zinvol om dit wetende na te denken van oké, wat kunnen we dan op die verschillende niveaus doen aan extra beveiliging om proactief virussen te kunnen herkennen en te stoppen. En nog voordat ze kwaadaardig gedrag kunnen uitvoeren, maar ook voordat ze bekend zijn bij de antivirusproducenten. Als we dan even beginnen met dat eerste contact. Zoals gezegd, dit is de meest efficiënte manier of een plek om je op te richten, om dat virusgedrag te stoppen. Allereerst kunnen we natuurlijk kijken als er zo'n grote dreiging uitgaat van kwaadaardige websites, is om al die kwaadaardige websites te blokkeren. En dan hebben we het over webfiltering of URL-filtering. Nou, dat kunnen we op endpoint niveau doen met de component Site Advisor Enterprise. Dat is een onderdeel wat actief wordt binnen de webbrowser, dus binnen Internet Explorer of Firefox of Chrome. En daar de gebruiker adviseert over het beveiligingsniveau van een bepaalde website. Dan heb je gewoon een stoplichtmodel, rood, geel en groen. En op het moment dat het rood is, dan weet je eigenlijk bijna zeker dat alles wat, dat op het moment dat je daar naartoe gaat, dat je dan geïnfecteerd wordt door malware. Dat wil je als gebruiker niet, dus je wordt daarover geadviseerd. Als beheerder van een bedrijfsnetwerk kan je er ook voor zorgen dat die rode websites ook gewoon niet bezocht kunnen worden. Nou, daarnaast is het Network Access Control. Om te controleren of een computer voldoet aan de beveiligingseisen die je er zelf aan zou willen stellen, voordat het onderdeel wordt van een netwerk. En het is met name interessant op het moment dat je bijvoorbeeld een laptop zou aansluiten op bijvoorbeeld een hotelnetwerk. Dus toch een wat opener netwerk waar je eigenlijk niet alles helemaal in kunt vertrouwen wellicht. Dan kan je ervoor zorgen dat voordat het daarop aangesloten wordt, het ook voldoet aan de laatste updates en dat soort zaken. Device control dan. Ja, we hebben het over fysieke toegang gehad. Dus het inpluggen van bijvoorbeeld een USB-stick in een systeem. We kunnen door middel van device control kunnen we ervoor zorgen dat het gebruik van USB-sticks wordt gereguleerd. En dat dus niet zomaar elke USB-stick kan worden aangesloten en dat we controle hebben over wat daar vandaan wordt opgestart. Dat beveiligt ons tegen dat eerste contact van fysieke toegang. Dan de desktop firewall. Nou, net als bij het blokkeren van webbrowsers die naar kwaadaardige IP-adressen gaan, zijn er ook andere applicaties die wellicht naar kwaadaardige IP-adressen willen verbinden. En dat kunnen we voorkomen door een firewall in te zetten. We hebben een product, dat heet dan Host Intrusion Prevention, maar het desktop firewall gedeelte daarin is in staat om diezelfde kwaadaardige IP-adressen te herkennen en eigenlijk alle connecties, ongeacht welke applicatie dat probeert te doen, te blokkeren. Of
dat ze alleen voor bepaalde applicaties moeten staan. Nou, tenslotte gateway protection. Het is tegenwoordig geen luxe meer, maar eerder noodzaak om een goede, adequate webfiltering toe te passen, dus webscanning. Dat stelt je in staat om gewoon aan de gateway goed te kunnen scannen op wat er allemaal vanaf de internet wordt gedownload. Het is heel belangrijk om dit actief te hebben, maar denk daarbij ook aan de beveiliging van wederom die laptops en de mobiele devices wanneer ze buiten het netwerk zijn. Wij zijn in staat om door middel van een SaaS-model dezelfde beveiliging die binnen het bedrijfsnetwerk actief is in de vorm van een gateway-product, om dat ook als een SaaS-product te koppelen aan de mobiele devices wanneer zij buiten het netwerk op het internet opgaan. Nou, een e-mailfiltering geldt eigenlijk hetzelfde voor. Dat kun je binnen het netwerk doen, maar ook via een SaaS-model. Nou, als dan onverhoopt toch het eerste contact gelegd is en er code uitgevoerd dreigt te gaan worden, dan is het goed om te weten dat er ook een andere insteek is dan het blacklisting-model van antivirus. Tegenwoordig, wat ik al zei, is het eigenlijk bijna niet meer te doen om die lijst met alle ongewenste bestanden om die goed bij te houden en goed up-to-date te houden continu. En dan wordt het langzamerhand misschien logisch om dat dus om te draaien. Dus als we een lijst hebben, laten we daar dan niet meer opzetten wat we niet willen hebben, maar vooral wat we wel willen hebben. En dan hebben we het over application whitelisting. Wij bieden dat in de vorm van application control. Dat is een product wat dus inderdaad op een computer helemaal analyseert wat is erop aanwezig. Daar een whitelist van maakt en vanaf dat moment alles wat er gestart wordt wat niet voldoet aan die whitelist, wat daar niet op voorkomt, waarvan we niet weten wat het is, dat gewoon stopt. En of het dan een virus is of gewoon een ander ongewenst programma, dat maakt er niet zoveel uit. We hebben dan helemaal controle over de beveiliging. Dus met name heel erg interessant voor procesbesturingssystemen, dus industrial control, SCADA systemen, PLC's. Het is een hot topic op het moment. Nou, dit is een beveiliging die ook aanbevolen wordt door bijvoorbeeld Siemens en Honeywell. Dus het heeft een hele grote waarde voor omgevingen waar ook echt industrieel control systems aanwezig zijn. Maar ook zien wij steeds meer interesse hierin voor toch wel ook wel laptopsystemen of desktops als vervanging voor het klassieke antivirusmodel. Het is sneller, het is veel veiliger. En het legt een veel lagere belasting op systeem. Nou, vervolgens intrusion prevention, IPS ook wel. Dat is technologie die over het algemeen meer bekend is vanuit het netwerk, dus netwerk IPS. Alleen is ook beschikbaar voor op hostniveau. Nou, host IPS, dat is een tool wat virtual patching levert onder andere. En dat betekent dat we in staat zijn om software die nog niet gepatcht is, te voorzien van beveiliging. He, ik gaf net aan dat het zo enorm belangrijk is om de laatste updates te installeren voor bijvoorbeeld Adobe Reader of Java of Flash. Dat kan alleen niet altijd. Want bijvoorbeeld bij Java is het zo dat fabrikanten zoals SAP zeggen van nou, je Java of SAP gebruik vanuit je webbrowser en om met ons te kunnen verbinden heb je Java versie X nodig. Nou, en dan kan die Java versie kan hartstikke lek zijn, dus enorm veel beveiligingslekken bevatten. Alleen als je wil updaten, dan gaat dat niet, want dat wordt niet ondersteund door SAP. Nou, en daar zit je dan, want dan heb je dus eigenlijk een groot beveiligingsrisico. Maar ja, je wilt ook kunnen werken, dus er is eigenlijk niet echt een goede oplossing voor. En dan is het heel interessant om te weten dat dan virtual patching het misbruik van dat beveiligingslek in Java voorkomt, zonder dat je hoeft te patchen. En dat wordt geboden met behulp van host IPS, is een product waar eigenlijk al veel meer bedrijven over kunnen beschikken, wat al in hun licenties aanwezig is, dan dat ze het ook echt hebben toegepast. En wij zeggen van ja, dit is echt een quick win. Dit zou eigenlijk iedereen moeten doen om adequaat en beveiligd te zijn tegen de bedreigingen van vandaag de dag. Nou, vervolgens virusscanning, gewoon het goede oude model. Je zou kunnen zeggen van ja, wat is nog de waarde daarvan als je al die andere lagen van beveiliging inzet? Nou, die is er nog steeds, want het dient alleen al voor informatievoorziening een groot doel. Namelijk op het moment dat we dan iets blokkeren, dan is een product zoals VirusScan is in staat om onze informatie te verschaffen over wat we precies hebben geblokkeerd, hoe het bij ons is uitgekomen en wat de karakteristieken daarvan zijn. Het kan ons vertellen welke virusfamilie op onze computer herkend is. En dat is mogelijk vanuit die definitielijsten. En dat is dan
ja, het is alleen niet meer zo nodig om dat continu helemaal up-to-date te houden. Maar als er dan eens wat wordt herkend, ja, dan is VirusScan Enterprise toch echt nog van grote waarde als het gaat om informatievoorziening. Dan Deep Defender. Het is tegenwoordig heel belangrijk om na te denken over gelaagde beveiliging. Nou, Deep Defender is een product wat McAfee in samenwerking met Intel heeft ontwikkeld. Wat beschikbaar is voor alle computers die voorzien zijn van een Intel vPro chip, i3, i5 of i7 processor. En die biedt beveiliging specifiek tegen rootkits. En dat werkt op zo'n manier dat het eigenlijk voordat het Windows besturingssysteem gaat laden, al actief is om alles wat er aan rootkits, aan drivers wordt geladen, wordt gestart, om dat te analyseren op kwaadaardigheid. En dat geeft een veel betere beveiliging, hardware gestuurd, dus van onder het besturingssysteem tegen rootkits. En het is van grote waarde ook als aanvulling op het klassieke antivirusmodel. En dan tenslotte Database Activity Monitor. Ja, tegenwoordig staat data, informatie, gevoelige informatie natuurlijk heel veel in database structuren opgeslagen. Die databases zijn heel kritische applicaties over het algemeen, database servers. Die kunnen niet zomaar eventjes worden downgebracht om updates te installeren en dat soort zaken. Dus het gevolg is dat die best wel regelmatig op een heel kwetsbare manier zijn aangesloten op het netwerk. Zonder de mogelijkheid om daar echt goed tegen te beveiligen. Nou, Database Activity Monitor is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als wat ik net zei over host IPS. Biedt een virtual patching laag, zodat misbruik van eventuele kwetsbaarheden in de database server kunnen worden voorkomen. Zonder dat het systeem daarvoor moet worden downgebracht. En daarnaast biedt het ook beveiliging tegen SQL injection aanvallen. Nou, dit hele spectrum aan beveiligingsoplossingen tezamen vormt eigenlijk het Next Generation Endpoint Protection model. En dat is een model wat wij kunnen leveren. Op dit moment al. We hebben een ander filmpje opgenomen omtrent Next Generation Endpoint Protection. Ik raad u aan om dat ook eens te kijken. Daar staat eigenlijk centraal dat we gelet op de grote verscheidenheid van devices en de productievere niveau van beveiliging wat we daarop willen toepassen. En tenslotte een centraal management wat we willen hebben om al die verschillende componenten op één plek goed te overzien. Dat we dat in één concept kunnen bieden. En daarmee veel beter aansluiten op de bedreigingen van vandaag de dag. Samengevat in dit filmpje over anatomie van de aanvallen. Ik wil u bedanken voor uw aandacht. Als u nog vragen heeft, ga dan gerust even naar onze website deerwijs.nl. U kunt maar ook altijd eventjes e-mailen of via Twitter bereiken. Op de hier getoonde plaatsen. Ik dank u nogmaals voor uw aandacht en tot de volgende keer.